Welkom, welkom bij de voorlichting over de opleiding bouwkunde. En dat heet dan bij ons officieel middenkader functionaris bouw. En voor de ouders, dat kan je vergelijken met vroeger MTS bouwkunde. Goed, ik ga je een presentatie laten zien en daarbij een aantal dingen bij vertellen. En allereerst het gebouw waar we zitten. Het gebouw staat naast het station Lammenschans in Leiden. Je ziet daar op het fotootje zie je het gebouw. En daar zie je dus ook een aantal torens. En dat zijn er 5. En wij zitten in de B-toren, de tweede toren, op de 5e verdieping. Het is dus wel een heel groot gebouw. Maar we hebben onze eigen afdeling gewoon. Eigen verdieping, eigen lokalen. Dus verdwalen, nou, daar heb je geen last van. Als we gaan kijken naar wanneer kan je naar deze opleiding komen, dan is dat je dus minimaal een VMBO-kaderdiploma nodig hebt. Een VMBO-kader, of hoger natuurlijk, want met TL ben je ook van harte welkom. Of, als je op het HAVO zit, dat je een overgangsbewijs hebt van HAVO 3 naar HAVO 4. Dan mag je dus aan onze opleiding beginnen. En als je denkt, nou, dat HAVO 4 of HAVO 5 examen, dat wordt een rampenfonds, kan je dus naar het MBO overstappen. Nou, onze opleiding duurt 4 jaar. En dat betekent dat je dus 4 jaar lang op school bent, maar we hebben ook stages, daar zal ik zo meteen wat over vertellen. Het is een bolopleiding, dus ja, dat is een opleiding dat je dus 5 dagen in de week naar school komt. Maar zoals ik net zei, ook stages. Ja, we noemen je officieel een student. Ook misschien vind je dat interessant om te zeggen, ik ben student. Maar dat betekent ook dat je dus van de overheid een OVJA-kaart krijgt. Dat is ook wel weer prettig. Je doet praktijk op, ervaring op in de stages. En daarnaast, ik kijk af en toe natuurlijk om mijn scherm, hè, jongens, dat snap je natuurlijk wel. En af en toe, die stages die zijn 4 keer in de hele opleiding. In leer 1, leer 2, leer 3, leer 4, daar kom ik zo nog op terug. Schoolkosten, ja, die zijn er natuurlijk. Je hebt natuurlijk spullen nodig voor de opleiding. In elke opleiding, MBO Rijnland, heb je een laptop nodig. Maar bij deze opleiding moet jouw laptop iets meer kunnen dan de gemiddelde laptop. Want je moet ook kunnen autocatten, computer tekenen. Dus hij moet iets meer kunnen dan gewoon. Je kunt dat in principe gewoon 4 jaar met dezelfde laptop doen. Hangt een beetje vanaf hoe je ermee omgaat natuurlijk. Je hebt natuurlijk de gewone schoolvakanties, maar dat lijkt me logisch. Want dat in vergelijking als je dus een BBL-opleiding zou doen. 4 dagen werken, 1 dag naar school. Een heel ander verhaal. Hier niet. Alles is bolopleiding. Dan gaan we naar de kenmerken van de opleiding. En bij die opleiding moet je sowieso weten, het is een niveau 4 opleiding. En bij die opleiding zijn we elk jaar op school. En we hebben elk jaar 4 perioden. En een periode is elke keer 10 weken lang. En in die 10 weken hebben we een bepaald thema, een project. En dat moet na 10 weken af zijn. Nou, in leerjaar 1 snap je, periode 1 is het natuurlijk simpel. En het wordt natuurlijk steeds moeilijker. Leerjaar 1, periode 1, gaat het over een garage. Nou, een garage, bouwkundig gezien, vrij simpel. 4 muurtjes, plat dak. Wow. Daarna wordt het al, in periode 2 wordt het een vakantiewoning. Heb je dus al te maken met een badkamer en een keuken. En in periode 3 is het zelfs al een starterswoning. Dus gewoon een rijtjeshuis. En zo gaat dat in de verschillende jaren steeds moeilijker. Dat moet jij dus daar op een gegeven moment gaan beheersen. En dat beheersen wil zeggen niet alleen qua tekenen, maar ook qua materialen en qua kosten. Allerlei dingen die samen dat project vormen. Je hebt te maken met een ontwikkellijn en een leerlijn. Nou, de leerlijn zal wel duidelijk zijn, dan gaat het natuurlijk over de technische vakken. Maar de ontwikkellijn bij een niveau 4 opleiding moet je in staat zijn om een aantal andere dingen ook te tonen. En één daarvan is dat je dus leert plannen. Plannen is in de bouw een essentieel ding. Als je niet goed plant, kom je niet met je werk uit. Misschien heb je wel eens bij een groot bouwproject gestaan. En staat er zo'n hele hoge torenkraan. Die dingen kosten €1.300 per dag. Als je die als bouwbedrijf moet inhuren. En dat zit ook het loon van die machinist bij. Dus zorg dat je die man en die kraan niet te lang hebt staan. Want dat kost geld. Elke dag ongebruikt,
de 1000 euro. Zo heb je geen winst meer natuurlijk. Dus plannen is erg belangrijk. Als jij eraan toe bent om je dakpannen neer te leggen, maar je bent vergeten op tijd te bestellen, heb je een probleem. Want misschien is er wel een besteltijd van 8 weken. Dus als jij gaat plannen, oh, ik ga dan aan mijn dakpannen beginnen, dan moet je dus 8 weken eerder gaan bestellen. Plannen. Altijd plannen. Ik zeg je nu al, als je op een bouwplaats op de zaterdag mensen ziet werken, is er meestal iets niet goed gegaan met de planning. Want dan moet er snel weggewerkt worden. Goed. Nou, de leerlijn, hè? Duidelijk. Dat zijn natuurlijk de bouwkundige vakken. Tekenen, computer tekenen, handmatig tekenen. Materialen, algemene bouwkunde, sterkteleer, allemaal verschillende bouwkundige vakken. Die zitten in elk project opgesloten. Of het nou een simpel project is, die garage, of een veel moeilijker project, een kinderdagverblijf. In al die projecten zitten die onderdelen opgesloten. AVO, ja. Dacht je van het haven af te gaan, van daar hoef ik niks meer met Nederlands of zo te doen? Helaas. Je moet Nederlands en Engels en rekenen. En een vak dat je misschien kent als maatschappijleer of zoiets. Maar bij ons heet het loopbaan en burgerschap. Dit niveau, niveau 4, sluit aan op het HBO. Dus vandaar dat er dus best wel wat eisen zijn voor de algemene vakken. De AVO-vakken. Daarnaast hebben we nog keuzedelen. En keuzedelen, dat is per leerjaar 1 keuzedeel. En daarin kan je als student wat meer specialiseren. Dat je denkt, nou, ik wil wat meer in die tekenwereld laten gaan werken. Dus dan kan je een bepaald keuzedeel doen die daar wat op voortgaat. Nou, ik heb al een paar keer gezegd, stages. Ja. Nou, je ziet het daar staan. In leer 1 en in leer 2, 10 weken op stage. We gaan verschillende soorten stages doen. In leer 1 loop je stage op de bouwplaats. 'S Ochtends om 7 uur beginnen. Misschien wel om 6 uur in het busje, want je werkt in Amsterdam. Zou kunnen. Leerjaar 2 is op kantoor. Kantoor van een bouwbedrijf. In de werkvoorbereiding. Zorg dat je tekeningen van architect nakijkt. Zorg dat je bestellingen doet. Werkvoorbereiding. Het kan ook soms op de bouwplaats zijn. Bij een groot bouwproject zit de werkvoorbereider in de bouwkeet. Standaard. Leerjaar 3. 20 weken stage. Meteen vanaf het begin van het schooljaar. Bij een architect. Daar ga je dus je tekenvaardigheden verder ontwikkelen. Leer 4, je ziet het daar achteraan staan, 30 weken, maar dat is geen stage meer. Dat is je examen. En we noemen dat de proeven van bekwaamheid. Jij moet laten zien wat jij kunt, wat je weet. En je moet dus laten zien dat je wat je hebt geleerd, of wat je moest leren, dat je dat weet en kunt. We gaan verder. Die stage. Stage en school hebben natuurlijk een directe relatie met elkaar. Ze zijn geïntegreerd. Ja? Je moet dus natuurlijk voortbouwen op de kennis die we hebben. Je mag zelf een stageadres opzoeken. En als het niet lukt, helpen we. Een stageadres moet wel een erkend leerbedrijf zijn. Het moet voldoen aan een aantal eisen. Qua begeleiding en qua werk wat ze doen. Als je bij een bedrijf zou willen gaan stage lopen dat alleen maar de plintjes van nieuwbouwhuizen maakt, is dat niet voor ons goed. Daar heb je niks aan. Dus het moet qua werk en qua begeleiding moeten ze aan bepaalde eisen voldoen. Er is een landelijke organisatie die geeft de erkenning. Daar mag je de stage gaan lopen. Lukt het niet, dan helpen wij, heb ik al gezegd. Maar we zijn lastig. Als jij bijvoorbeeld op de allerlaatste vrijdag dat je op school bent, zegt van, oh, we moeten nog naar stage morgen of maandag. Heb je nog een plekje? Dan zeggen wij, nog het niet. Want als jij nog niks gedaan hebt om een stageplek te zoeken, gaan wij ook niet helpen. Als jij kunt aantonen, ik heb al dat gedaan en ik heb dat bedrijf benaderd, en kijk, maar daar heb ik een reactie. Dan gaan we je helpen. Maar jij niks, wij ook niks. Heel simpel, bouwmentaliteit. Daar moeten we jullie aan leren wennen. We hebben natuurlijk als opleiding een heel groot netwerk van bedrijven. Dus wij vinden heus wel een plekje voor je, als het nodig is. Als je wil gaan stage lopen, moet er
Bij veel bedrijven moet er een stagebrief of een sollicitatiebrief geschreven worden. Een stagebrief. Met een cv. Nou, dat zijn we natuurlijk bij het vak Nederlands zijn we daarmee bezig. Dan heb je dat alvast geleerd. Gaan we verder kijken. De verwachtingen. Ja. Je ziet het al staan. Wat van jou verwacht wordt is een actieve leerhouding. Heel simpel gezegd. Als je niet wilt werken, kom dan niet naar ons toe. Wij hebben niks aan jongens en meiden die waar hier zitten. Je moet zelf bezig zijn. Het is jouw toekomst. We hebben hier buiten het gebouw hebben we een speeltuin. Dit is de gemeente Leiden aan het aanleggen. Straks is het een perfecte speeltuin. Als we denken, joh, wat doe je hier? Ga toch lekker een speeltuin spelen. Dan mag je in een zandbak van, maar niet bij ons. Ja? Dat je fouten maakt is geen probleem. Fouten, daar moet je van leren. Dat is natuurlijk de bedoeling. En als je die fouten maakt, dan word je gewezen op. Nou, dit en zo. En misschien dat je dat zo kunt doen en zo. En dan weet je weer wat je het wel kan doen en hoe je het de volgende keer moet doen. Want je moet ervan leren natuurlijk. Daar gaat het om. Ontwikkelingsgericht. Prachtig woord. Leuk voor Scrabble. Maar dat betekent, het heeft niet met het examen te maken. Ontwikkelingsgericht is dus gedurende eigenlijk die 3,5 jaar. En daarna begint het examen. Dan, als jij bij ons op school zit, hoe zit het dan met de begeleiding? Nou, in principe heb je natuurlijk een mentor. Wij noemen dat op het mbo, noemen dat een studieloopbaanbegeleider. Prachtig woord, afkortingsverbeter, SLB. Makkelijker. De SLB'er. Die helpt jou. Dat is jouw mentor, zoals je dat zou kunnen zeggen, op je huidige school. Die SLB'er, die gaat jou ook begeleiden. Die gaat jou helpen met die opleiding. Die gaat in leer 1 jou heel veel begeleiding geven. En in leer 4 bijna nul. Want in leer 4 moet je klaar zijn voor het werk. Dan moet je in staat zijn om te kunnen functioneren als een niveau 4 persoon. Dus onze begeleiding in leer 1 is heel hoog. We gaan je zelfs helpen met het maken van een planning. We geven een tijdsplanning van 10 weken... Als je op een bouwplaats zou zijn, in elke keten hangt zo'n tijdsplanning. Dan staan alle dingen die gedaan moeten worden staan in een kolommetje. En daarna staat er aangegeven over die periode van die 10 weken. Wanneer moet je wat afmaken? Dat bespreekt die SLB'er met jou ook elke keer. Hoe ver sta je ervoor? Dat doe je met een standlijn. Een standlijn geeft aan, lig ik op schema, lig ik achter of lig ik voor? Ik teken het natuurlijk even voor mij. Voor jou is het precies waarschijnlijk andersom. Die begeleiding, je zou dus kunnen zeggen, zoals ik net zei, het begint hoog in leer 1, periode 1. En het gaat steeds lager in een grafiekje naar 0 in leer 4. En de moeilijkheidsgraad is precies andersom. Het begint heel simpel en het wordt steeds moeilijker. En die begeleiding, als er specifieke hulp nodig is. Je hebt elk jaar wel iemand die bijvoorbeeld last heeft van faalangst. Dan kan jouw SLB'er daar niet voldoende mee doen. Maar daar hebben we, en dat is het voordeel van een grote school, daar hebben we dan specialisten voor. Die kunnen jou een cursus faalangstbeheersing. We hebben niet cursus faalangst geven, maar faalangstbeheersing. Dus dat is voor het speciale verhaal. En dat zou ook bijvoorbeeld kunnen gelden voor dyslexie. Wat kan je nou met die niveau 4 opleiding gaan doen? Nou, je ziet er daar een hoop staan. En dat geeft ook al aan dat het een opleiding is die niet voor één beroep opleidt, maar voor heel veel beroepen. Je kunt dus bijvoorbeeld bouwkundig tekenaar worden. Je bent geen architect, want dan moet je tot en met de TU doorgaan. Maar je bent wel in staat om huizen te tekenen, kantoren te tekenen. Ja, dit schoolgebouw, je zag hem nog op die eerste foto, heel uitgebreid moeilijk, dat heeft een architect ontworpen. Maar die heeft bouwkundig tekenaarsdienst om het verder uit te werken. Calculator, een soort rekenmachine, werkt bij een bouwbedrijf. Voor hoeveel geld kan dat gebouw neergezet worden? Gaat hij alles uitrekenen? Zoveel stenen, zoveel uren metselwerk, zoveel dit, zoveel dat, zoveel zus. Gouden kranen dit of een badkuip dat. Alles uitrekenen. Een werkvoorbereider, die zorgt dat de uitvoerder, die man daaronder, dat die op de bouwplaats kan werken. Je werkvoorbereider doet dus op tijd de bestellingen. Zorg dat die ploeg timmermannen, die op een gegeven moment over 3 weken nodig is, dat die dan ook vastgelegd zijn voor over 3 weken. Niet te vroeg, want dan zitten ze in de keten en zeggen ze, nou, waar kunnen we beginnen?
Als ze nog niet kunnen beginnen, zeggen ze wel. Maar ik wil wel mijn salaris hebben. Ook al kan ik nog niks doen. Dat is natuurlijk het probleem voor die uitvoerder. Die moet zorgen dat hij zijn planning goed naloopt. Verkoopbegeleiding. Bouwbedrijven bouwen huizen. 20 huizen op een rijtje. De koper van nummer 1 die zegt misschien... nou, ik wil een achtkant meteen 2 meter bijbouwen. Dat bespreekt hij met de verkoopbegeleiding. Maar nummer 4 huis nummer 4, die wil misschien een dakkapel. En nummer 7 die zegt... ik wil die badkamer niet daar, maar ik wil hem daar. Dat wordt allemaal via de verkoopbegeleiding gedaan. Zo'n verkoopbegeleiding betaalt zichzelf terug. Een bouwbedrijf verdient goed geld bij de verkoop. Als je dus wat extra's wil, zal je daar goed voor moeten betalen. Je kunt bij de overheid gaan werken. Bij het gemeentehuis, stadhuis. Er is altijd een afdeling bouw- en woningtoezicht. Je kunt bij een constructieadviesbureau. Lastig woord, maar die berekent hoe sterk moet bijvoorbeeld een vloer zijn. Ja, dan gaan ze kijken waar wordt er voor gebruikt. Welk gebruik? Staat er een zware machine op? Zitten er alleen een paar tafeltjes op? Lopen er 27 mensen overheen? De sterkte van de vloer moet je dus gaan berekenen. Je kunt het ook uitproberen natuurlijk, maar ja, dan zakken de huizen wel eens in elkaar. Moeten we maar niet doen. Proberen is niet goed hier. Je kunt ook bij een woningbouwvereniging gaan werken, een woningcorporatie. Die verhuren huizen en daar wonen mensen in. En als er dan een lekkage is, dan bellen ze op. En dan zeggen ze, hey, ik heb een lekkage. Ik even komen. Maar dan zegt dus die man, die niveau 4 persoon van ons, die zegt, oké, ik stuur de timmerman of ik stuur de loodgieter. Die regelt. Hij is een soort troubleshooter. Maar hij moet ook plannen dat een huis over 5 jaar, als het gebouwd is, over 5 jaar geschilderd wordt. Want anders ben je niet goed bezig met onderhoud. En dan gaat hij dus een schildersbedrijf uitnodigen van, joh, ik heb hier 20 huizen, die moeten volgend jaar geschilderd worden. Dit en dat moet gedaan worden. Hoeveel gaat me dat kosten? Gaat die calculator van dat bedrijf werken natuurlijk. Maar die man van de woningbouwvereniging vergelijkt dat een offerte van 3-4 bedrijven en zegt, nou, we nemen dat bedrijf. Allemaal niveau 4. En je zou ook nog kunnen zeggen, ik ga naar het hbo. Nou, dat zijn best wel veel mensen die dat doen. Soms 40%, soms 50%, soms steken ze elkaar aan, 60%. Ik wil niet zeggen dat ze alle 60% dan dat hbo ook afsluiten. Maar hbo is dus ook een optie. En sommigen gaan daarna nog door naar de TU. We gaan naar het volgende plaatje. Kosten, ik zei het al. Een laptop heb je nodig. Iets betere laptop dan standaard. Moet je rekenen op 600, 700 euro. Je hebt licenties nodig. Je hebt natuurlijk boeken nodig. Leerjaar 1 is het duurste jaar. Want daar moet je de aanschaf maken voor dingen die je ook in leerjaar 2 en in leerjaar 3 en in leerjaar 4 gebruikt. Ja, er is een site, je ziet hem daar staan. Daar kan je alle kosten zien. En hoe jij met je laptop omgaat, bepaalt of jij na 2 jaar weer een nieuwe nodig hebt. Dat ligt aan jou. Ik neem aan dat je ouders daar ook wel op zullen letten. Volgende laadje. Informatie over die opleiding en hoe is die opleiding dan? Want iedereen zal natuurlijk zeggen, ja, wij hebben een goede opleiding en je leert bij ons zoveel en weet ik het allemaal. Maar waar het om gaat is, je kunt het beter aan anderen vragen. Je zou aan, als je iemand op de school kent, zou je het kunnen vragen, een huidige student. Je kunt het vragen aan iemand die op school heeft gezeten. Je kunt naar een hbo-instelling gaan, van joh, hoe is jullie ervaring met die jongen en meiden uit Leiden vandaan? Je kunt het aan de bedrijven vragen. En je kunt in de keuzegids mbo gaan kijken. En daar staan met 1 of 0, 1, 2, 3, 4, 5 sterretjes, staat aangegeven hoe goed is die opleiding van mbo Rijnland, middenkade functionarisbouw in Leiden. Het feit dat ik zeg dat je dat zou kunnen doen, heb ik er wel vertrouwen in dat je daar wat goed ziet. Ik ga het niet eens zeggen, zoek het maar op. Maar je zult zien dat ze tevreden zijn. Als je je aanmeldt, dan gaat dat online. Dan krijg je ook meteen een link naar de startmeter. Die moet je invullen. Heb je dat gedaan, krijg ik een seintje. Hey, er is een aanmelding. En dan ga ik jou bellen. En dan geef ik aan, joh, kijk even naar die volgende streepjes. We gaan deze stappen allemaal doen in het intakeproces. MBO Rijnland vindt eigenlijk een minder intensief intakeproces voldoende. Wij niet.
Wij willen zeker weten dat jij weet wat wij in die opleiding doen. Je krijgt ook uitgebreide informatie. Normaal zouden we intake hier op school doen. Aan tafel, ouders, student, ik, uur, anderhalf uur en uitleggen. Dat gaat nou niet in deze tijd. Dus je krijgt van mij allerlei informatie opgestuurd. Nog wat extra vragenlijsten. Andere opleidingen vragen die niet altijd. Wij wel. Wij willen van jou wat weten. Waarom kies je die bouwkunde? Wat verwacht je bij die bouwkunde? Ja, dat soort dingen. Omdat wij willen weten, als jij komt, dan ga je er ook voor. Dan is het niet van, nou, we gaan het eens proberen. Nee, dan ga je ervoor. En wij ook. Dat is dus met die intake. Ouders spelen daar dus ook een rol in. Ja, want die ouders, en je ziet het ook bij het laatste streepje. Als ik dus jouw formulieren terug heb gekregen, dan maken we een afspraak voor een WhatsApp videocall. En dan gaan we al die documenten doorspreken met minimaal één van de ouders erbij. Wij vinden het belangrijk dat ouders weten waar hun kind voor kiest. Laatste bladzijde van de presentatie. Nou ja, het is soms natuurlijk nog een afsluiting. Maar de vraag, heb je nog een vraag of hebben de ouders een vraag? Dan kan je natuurlijk met mij contact opnemen. Je ziet mijn e-mailadres, er zit geen puntje tussen. Dus het is niet j.otto, maar jotto@mbo-rijland.nl. Dan kan je dus allerlei vragen stellen. En je zou ook nog zelf kunnen zeggen van, zou ik misschien een keer een vervolggesprek kunnen hebben met mijn ouders? Geen enkel probleem. Ja? Dus, en het mooie van een mail is, je kunt hem ook 's nachts om 3 uur sturen. Ik lees hem echt niet om 3 uur, maar je krijgt wel een antwoord. Ja? Goed, nou, de laatste bladzijde, ik had het al gezegd, is natuurlijk de afsluiting. Misschien, zeggen wij, misschien tot ziens bij MBO Rijnland. Want ik heb het al een paar keer aangegeven. Wij willen, als je komt, dat je bewust kiest. En dat je weet waar we aan beginnen. Dat vinden wij erg belangrijk. Niemand heeft er baat bij als jij na 3 maanden moet afzwaaien. Omdat het toch anders is dan je had verwacht. Zonde van het geld. Zonde van jouw jaarverlies. Zonde voor ons ook. Want wij hebben een hoop tijd en moeite in jou gestoken. En het is verloren moeite. Allemaal verliezers. Dus weet waar je voor kiest. En wil je meer informatie, je hebt het kunnen zien. Tot ziens en succes met je keuze.